Hallo. Goeiedag. Is dit de kinderopvang? Ja. Nou, vangen dan. Joris. Geintje. Denk om je rug. Altijd door je knieën met gooien. Hallo. Monique van Ballen gooien. Hallo. Hallo. Ineke. Dit is Joris. Hallo. Joris. En dit is... Annelies. Annelies, met of zonder streepje? Doe nu maar even zonder, want we hebben een beetje haast. Ik heb een paar spulletjes meegenomen, een paar schone kleertjes. Oh, dat is altijd handig. Een washandje, stukje zeep, elektrische tandenborstel. Oh, heeft ze al tandjes dan? Nee, natuurlijk niet. U heeft er al verstand van baby's? Ja, natuurlijk. iPod, klassiek en modern, videocamera. Waarom? Nou, we vinden het leuk om een beetje op de hoogte te blijven. Fun, krultang, dagcreme, een paar boeken. Kap van Carrie Slee en Alleen op de Wereld. Ja, die weet maar nooit tenslotte. Mobieltje, laptopje. Ja, en ze heeft al een eigen website. Annelies.com, dat is leuk voor later. En de kleedgeld. En een hockeystick. Ja. Meneer, mevrouw... Kan je niet vroeg genoeg mee beginnen met hockey? Hoe laat wilt u erop komen halen? Ja, dat hangt er een beetje van af. Waar vanaf? Nou, wanneer ze op kamers wil. Want dan komen we natuurlijk even helpen met verhuizen. Ja, dat spreekt voor zich. Nou, mag ik u er even op attent maken dat wij om 7:00 sluiten? Sluiten? Maar wie let er dan op haar? Uzelf. U kunt er voor die tijd op komen halen. Voor 7:00 vandaag? Ja. Voor dat geld? Ja, en morgenochtend vanaf 9:00 kunt u er dan weer komen brengen. En dat noemt zich kinderopvang? Niet te geloven. Joris, doe iets. Ja, ik bel mijn advocaat wel even. Dit is pure geldklopperij, dame. Boris, met Joris. Zeg, Joris. Hier is het laatste nog niet over gezegd.